Ja, maandagavond, we zijn er weer. Hoi, hoi. Ik wil vanaf deze week iets eerder gaan beginnen, om 7:15. Dus ik vermoed dat, of ik zie nu dat nog niet iedereen er gelijk bij is. Wellicht dat een aantal deze uitzending ook later weer bekijken of het beginnetje nog eventjes terugkijken. Omdat ik dan ook iets eerder weer klaar ben. Dan heb ik nog iets aan de avond erna. Dus vanaf deze week om ongeveer 7:15, of 7:15, laten we maar gewoon zeggen 19:15, een online live workshop. En zoals al eerder aangekondigd, ga ik deze week met jullie aan de slag met foto's. Jullie zien, het beeld is gericht op de catalogus. En in deze catalogus zien jullie de spullen van The Memories and More. Dat is de scrapline. Scrapper, dat is scheuren, hè? Dus je foto's met allerlei tuttumarul gaan inplakken. En degenen die niet de catalogus hebben, die kunnen ook het altijd op de website terugzien. Google Memories and More en je krijgt allerlei ideeën. Ik zal gaande het project ook diverse dingen laten zien wat er van is. En we gaan vandaag, heb ik het, de kaartenset van de Delightfully Detailed Memories and More Card Pack. Deze set, ik ga het straks ook laten zien wat er allemaal in zit. Daar ga ik mee werken. Daar heb ik een voorbeeldje ook mee gemaakt. En dan ga ik daarnaast met een andere pagina vanavond aan de slag. Dus in de catalogus op pagina 194, 95, 96 zie je allemaal leuke voorbeelden en wat je allemaal ermee kan doen. Misschien zijn de mensen ook bekend met Project Life. Dat is net zoiets om mee aan de slag te gaan. Vanavond gaan we dus met de Memories and More aan de slag. Ik ga ondertussen nog eventjes op mijn tijdlijn kijken of ik hem op kan pakken. Zodat ik mee kan kijken dat jullie het beeld goed zien. Dat is altijd wel fijn. Nou denk je misschien, oh, oeps, volgens mij zie ik dat Anita kijkt. Hoi, leuk dat je meekijkt. Van Ellen, het is pas oktober. Ja, klopt. Maar ik had vandaag zoiets, ik was aan de slag. Ik denk, ik wil natuurlijk even voorbereiden hoe dit er ongeveer uit gaat zien. En ik ga vanavond oktober doen. Maar ik denk, dan heb ik alvast iets klaar voor november. Want ik vermoed dat november een drukke maand gaat worden. Wat denken jullie? Nou, ik weet het wel zeker dat dat een drukke maand gaat worden. Dus omdat ik dan natuurlijk ook nog naar Amerika ga. Tada! Ja, ietsje later, maar ik was ook al ietsje eerder begonnen. Hè, dan 7:15, of tenminste om 7:15. Dus ik ga ervan uit dat er meer mensen iets later inchecken. Ik ga jullie vanavond meenemen in het maken van een grote layout. Op een 30-30 filletje, noemen we dat. Maar ik heb natuurlijk ook al iets voorbereid. En dat heb ik gedaan met het pakket van de kaartjes. Hoe werkt het Memories and More principe? Je hebt verschillende soorten insteekhoezen. Dit is een lege. Ik weet niet of jullie dat er doorheen goed kunnen zien. En deze heb ik dan gevuld. Daar kan je kleine kaartjes in doen. Ik ga even laten zien straks ook hoe ik dat gemaakt heb. En vervolgens ga ik er eentje in een grote layout, waar dus een heel vel in kan. Ga ik die voor doen, hoe ik daarmee aan de slag ga, hoe ik dat opbouw. Nou, hoe werkt een Memories and More pakket? Een doosje waar een pommetje vol zit met allerlei kaartjes in allerlei kleuren, twee verschillende formaten en ook allerlei andere hulpkaartjes erbij. Dit is een erg druk achtergrond. Dus ik pak eventjes een wit velletje, want anders zien jullie er helemaal niks van. Dus dit is het kaartendoosje. Dit zijn allerlei stickers wat je er allemaal op kan verwerken. En er zit dus een groot assortiment, maar allemaal natuurlijk zoals we gewend zijn, in een mooie kleurstelling.
wat bij elkaar past. Deze is al lekker door elkaar gegooid. In het kleinere formaat, maar ook in het grotere formaat. En naast dat je ze dus goed kan gebruiken om je foto's bijeen te plakken, is het ook heel leuk om hier op een heel eenvoudige manier leuke kaarten van te maken. Er zitten ook altijd wat extra velletjes in met leuke details. En die wil ik vandaag ook gaan gebruiken. Dus wat heb ik vanmorgen gedaan? Ik heb de foto's, ik heb een aantal foto's uitgezocht. Allemaal in het thema van deze maand waar ik mee gewerkt heb. En toen ben ik dat neer gaan leggen en gaan kijken. Het zal wat glimmen ook van welke kleuren passen bij elkaar. En laat ik dat ook terugkomen. Op zich een hele snelle manier om je foto's origineel in te plakken. Wat je er nog? Je kan er natuurlijk nog van alles bij doen. Hier kan ik nog van alles bij schrijven. Ja, waar draait de maand oktober om? Bij mij, ja, het is pompoenen en vooral heel veel pompoenen. Dus een fotootje van de pompoenkoekjes wat ik gemaakt heb. Soepje heb ik nog geen foto van gemaakt. Veel pompoenen opmaken. Workshops. Ja, nog wat bloeiende planten. Een pompoen met welkom. Ja, daar draait het om. Dus leuk om dat ook vast te leggen. We hebben natuurlijk heel veel foto's altijd wel op onze telefoon staan. Maar het is toch ontzettend leuk om er af en toe een boek bij te pakken. Het voordeel van dit systeem is ook dat je de achterkant is dan ook voor de volgende keer al helemaal klaar. En dan zie je gelijk dat je dus wel op moet letten dat je hem goed omdoet. Want als je dat niet doet, dan heb je dus op de achterkant iets, een tekst op zijn kop. Happy birthday. Nou, dan heb ik toch niet dat ik denk dat ik dat ga gebruiken in een fotoboek. Dus dat is dan gewoon een mooie achtergrond om wat op verder te gaan. Ik heb jaren jaarboeken gemaakt en dan deed ik dat altijd per evenement. En nu had ik zoiets van, het is ook leuk om dat per maand te gaan doen. Dus vandaar dat voorbeeld wat ik al verwerkt had van november. Maar we gaan nu dus verder, ga ik vanavond oktober voor jullie maken. En dan gewoon omdat je zoiets hebt van, ja, ik maak zoveel foto's, maar waar moet ik beginnen? Nou, begin eens om gewoon per maand te kijken, wat hield mij deze maand bezig? En laat ik daar eens een layout mee maken. En dan is het misschien een idee om iets met kleinere foto's te doen, maar ook met wat grotere foto's. Dus ik heb deze ook afgedrukt. Wat je ook kan doen is, ja, ik doe het vaak ook een jaar achteraf. Ik zie dat ik mijn camera iets hoger moet doen, dat jullie dan een iets royaler beeld zullen krijgen van, oh El, dat heb je gewoon in, kan ik zo doen. Ik zit weer te murmelen. Ja, ja. Als ik hem iets hoger doe, dan krijgen jullie iets meer mee van het hele scherm. En ook van de rotzooi die ernaast ligt. Ja. Oké. Maar wat ik dus vertelde is, als je zoiets hebt van, ja, daar heb ik allemaal geen tijd voor. Probeer nou eens van iedere maand een paar foto's te doen. En dat kan je dus gedurende het jaar doen. Dat is heel leuk, want dan kan je het nog terughalen. Maar dat is ook heel leuk om dat een jaar achteraf te doen. Ik ga, dat deed ik altijd, dan ging ik het jaar terug. En dan keek ik ook wat ik voor belangrijke en leuke dingen meegemaakt had dat jaar. Maak je een lijstje van en dan ga je aan de hand van dat ga je je boeken opbouwen. Dus nu had ik gezegd van ik ga iedere maand iets doen. Dus jullie kunnen dat volgen. En als het goed is ga ik daar ook tijd voor krijgen om het weer de maanden hiervoor nog even terug te halen. Zodat die ook in beeld komen. Dus dat wordt vervolgd. Ik ga vandaag werken, want dat heb ik bij die andere layout ook gedaan, met de kleur Grapefruit Grove. Hele leuke oranje kleur. En ik ga eerst oktober erop stempelen. Wat ik wel altijd doe is even op een klappapiertje, als ik een tekst moet gaan stempelen, even uitschrijven wat het moet worden. Hoeveel letters het zijn. Het zijn 7 letters. Ik heb even een liniaal erbij gepakt. En dan pak ik gewoon de eerste letter die ik ga gebruiken. En dan zeg ik, oh ja, hoe breed is die ongeveer? Nou, zeg maar ongeveer 3 centimeter. Dus dan zullen ze allemaal wel zoiets zijn. Dus ik heb minimaal 21 centimeter nodig
om het hele woord erop te zetten. Stel dat je nou in een ander formaat gaat werken. Ja, als je bijvoorbeeld op A4 gaat werken, ja, dan is dat vaak net niet genoeg. Of als je hele lange woorden of zinnen. Schrijf het even uit, meet het eventjes op. Nou, ik ga een oktober erop zetten. Ik heb een mooie letterset waarmee ik leuk oktober eventjes erop ga zetten. De kunst is ook om alles schoon te houden, zodat je vel ook schoon blijft en niet overal vlekken. Maar de oplettende kijker zag al dat het bij november al een beetje een vlekje op zat. Maar dat zal ik dan ook gelijk laten zien hoe je dat weer handig op kan lossen. Ik doe eventjes een matje eronder, hè, omdat het clearstempels zijn. Of we noemen het anders, maar wij in Nederland noemen dat gewoon clear. Is het beter, omdat het zo dun is, om er even je matje onder te doen, zodat je een mooier afdruk krijgt. Nou, gelijk schoonmaken. De letterstempels, je kan ze ook overal gelijk neergooien. Maar dat hou het gewoon netjes. Werkt veel lekkerder. Ik doe ze allemaal in één kleur. Als je gaat scrappen, want daar hou ik er dan altijd maar op dat ik het zo noem, is het mooi om je hele boek een bepaalde stijl terug te laten komen. Dit jaarboek ga ik in ieder geval de maanden in dezelfde stijl stempelen. Kan het wel zo zijn dat er wel eens een andere kleur bij is. Oranje past natuurlijk wel, zeker bij mij, in de kleuren van de pompoenen. En ik had blauw nu al gezet voor november. Ik denk, dat gaat natuurlijk vooral over Amerika. Ik denk, daar kan ik alle kanten mee op. Als je dus in één stijl doorwerken. Als je van heel strak houdt, dan ga je misschien een lijntje trekken, zodat je ze allemaal op de goede lijn precies mooi recht krijgt. Nou, ik ken mezelf. Dat zal ik heus wel een keertje voor elkaar krijgen. Maar geheid dat het dan beetje eentje scheef zit. Nou, dat vind ik mateloos irritant. Dan kan je beter zorgen dat van alles een beetje wat scheef is. Dus ik doe ze absoluut niet netjes. Want dat vind ik eigenlijk leuker. Omdat ik het toch, mezelf kennende, nooit echt perfect zou krijgen. Dus dan kan je beter zorgen dat het lekker speels is. Een ander zal misschien zeggen rommelig, maar lekker speels, dan kan je alle kanten ermee op. Dan maakt het niet uit alsof er eentje recht zit en een ander een beetje scheef. Ik maak ze natuurlijk tussendoor gelijk eventjes op mijn cleaner schoon. Zien jullie die in beeld? Nee. Inktkussen ook, hè. Tap, tap. Dat is genoeg. Oktober. We gaan eventjes omhoog. Ietsje meer in beeld halen. Eventjes over de natte en de droge kant. En je stempel is gelijk verzorgd en droog. Nou, oktober staat er bijna op. We gaan even naar de app. Zo, de basis is er van de grote layout. Ja, en wat gaan we er nog meer bij doen? Het is een beetje spelen. Ze hoeven natuurlijk niet iedere maand de letters precies zo erop. Maar kijk gewoon hoe dat uitkomt. Twee foto's. Ik had ze al op maat gesneden. Ja. En ik ga kijken hoe ik wat van de Memories & More kaarten daarbij kan verwerken. Die kan wel leuk hier onderuit komen. Of we kunnen een lijn maken met deze. Je kan alles van tevoren precies voor gaan bereiden. Maar soms is het ook leuk om het gewoon te laten gebeuren. Nou, dit zijn heerlijke kaartjes om even je verhaal kwijt te kunnen.
Het is natuurlijk mooi om die erin te verwerken. En ook leuk om hetzelfde stijltje weer wat terug te laten komen. Dan is die qua kleur nog weer mooier met die andere erbij. Ik denk dat we dan ook genoeg hebben. Ja. Dan gaan we deze als een lijn terug te laten komen. Ja, daar hebben jullie misschien zoiets van, ja, hoe doe je dat? Hoe voorzien je dat nou? Het is gewoon een kwestie van schuiven, een beetje kijken. Het moet kloppen bij elkaar. Ik hou niet zo van hele drukke layouts. Ik vind het leuker als het goed in evenwicht is met elkaar. Ja, hoe is het nou in evenwicht met elkaar? Door bepaalde elementen weer terug te laten komen. Ik pak nu eventjes een andere stempelset erbij die ik al klaar had gelegd. En dat is dan ook zo dat ik dan zo'n boek, deze stempelset, iedere keer terug laat komen. Een achtergrondstempelset, ik heb het al eens meer gezegd, onmisbaar eigenlijk. Artisan Textures. Ik had deze gewonnen bij ons steeds. Dat is natuurlijk wel helemaal super. Maar die, dat is zo'n set die je op allerlei manieren weer terug gaat laten komen. Door de letters heen. Ja, soms moet je ook gewoon een beetje murmelen, een beetje denken. Oktober had ik, of november heb ik in blauw gedaan. Misschien komt die ook nog eventjes terug. Ik ga even door de letters heen. Het kleine streepje. Ik had bij november toevallig ook wat klein vlekje gemaakt. Toen dacht ik, oh, dat ga ik even oplossen door even een textuurtje terug te laten komen. En dan wordt het gelijk, dat vlekje zag je niet meer. En het hoort bij elkaar. Zie je wat één zo'n klein stempeltje doet? Om die even door die letters heen te halen. En dan is het ook leuk om deze grotere achtergrond, om die ook een aantal keren even terug te laten komen. Ik weet nu dat deze hier gaan komen. En hier komt straks papier en tekst. En dit zou je dan ook nog kunnen gebruiken om eventjes aan te geven welk jaar het is of welke datum. Dan heb je ook weer een lijntje om eventjes iets op te schrijven. Komt het terug. Ik vind het mooi om dit kantje hier straks ergens als een vriemeltje uit te laten komen. En laat ik hem daar ook eruit komen. Maar dat kunnen we ook gebruiken om daar nog wat op te stempelen. Dus dan moet hij wat meer opschuiven. Ik pak even mijn snijmachine erbij. Hij is in totaal 10, dus ik snij hem even op 5 door. Jullie zouden mijn bureau even moeten zien. Tadaa! Wat hebben we trouwens een lekker weer. Hè? Wat hebben we gewoon een najaar. Het is toch niet te geloven. Zo geweldig als het blijft. Dit zijn trouwens stukken hè, wat ik gemaakt heb. Maar dat hadden jullie al vermoed. Ik zie nu dat jullie de onderkant niet zo goed zien. Ik zal hem ietsje opschuiven. Ik heb eigenlijk nog niet zo heel erg gekeken wie er allemaal meekijken. Sorry, ik heb geen aandacht voor jullie. Ik zal eens even kijken of ik iets kan zien. Nou, hallo. Hoi, hoi. We murmelen allemaal wel al eens. Ja, klopt. En ik kan er heel goed in om lekker door te murmelen. Als jullie vragen hebben, schrijf ze er ook bij. Hè? Kijk niet constant op het beeld. Maar is het leuke ook om gewoon een beetje zo heen en weer te friemelen.
Ik heb jaren terug ook scrapworkshops gegeven. En dan vond ik het altijd heel mooi om je foto's te matten. Om ze op karton te zetten. Maar nu vind ik dat eigenlijk niet zo nodig meer. Soms wel. Het scheelt ook net wat voor foto's heb. En wat voor ondergrond er weer voorbij komt. Nou, hier ga ik dan met niet permanente lijm erop zetten. Want dat ga ik op een ander moment schrijven. Sommige mensen zullen weten hoe een vreselijk handschrift ik heb. Dus misschien ga ik dat wel eventjes met letters doen. Maar dan moet je wel even echt zin hebben om dat te gaan doen. Het is passen en meten. Dat, hoe je het moet hebben. 23. Dus ik had al een stukje strook in dezelfde kleur als de inkt klaargelegd. Die inkcolor. Dus daar ga ik eventjes een strookje van snijden. 23 gaat niet uit de breedte, dus die doe ik dan maar even een strookje uit de lengte ervan af. Want ik vind het mooi om die kleur zo terug te laten komen. Dus we gaan niet matten als geheel, maar wel zo. Ga dat straks snijden en dan geeft dat wat meer rust om deze dan hier en die hier. Deze gaat straks hier komen, maar ik wil hier nog iets mee doen, dat lijkt me leuk. Omdat die kleur ook nog wat meer terugkomt en dit vlakje moet nog wat meer terugkomen om er wat meer balans in te krijgen. We gaan hem hier zetten. Handig met die glazen plaat. Ik doe dan wel gelijk eventjes het afvegen, want anders is je papier wel vies. Ik heb ooit voor een oud collega van de bank ook heel veel foto's hadden we toen opgehaald. Die ging met pensioen. En toen heb ik ook zo'n heel boek. En dan één zo'n stempelset, zo'n achtergrondstempel, die dan ook steeds terugkwam. Kijk, je zou dit ook nog met een pontje wat kunnen nog wat extra kunnen versieren. Maar ik denk dat het nu mooi is om hem juist strak te houden, omdat we de andere kant dan wel al een randje hebben. Nee, ik vind het mooi als ze tegen elkaar aan. Dat is die en die. Maar dat waren dus heel veel bijzondere foto's. Helemaal totaal verschillend, maar het was toch een eenheid. Omdat er één stijl, één kleurpapier, dat kwam iedere keer weer terug. Kan je toch zitten tutteren met zo'n papiertje, hè? Ik weet ook niet of ik hem eigenlijk qua kleur wel... Ja, dat paars komt er wel weer door terug. Ik leg hem toch nog eventjes weg. Het gaat hem niet helemaal worden, zal ik maar zeggen. Die gaat daar, die gaat daar. Jullie zien het al, hè? Ja, in dat hoekje moet nog even zo'n blokje terugkomen. Want dan gaat het een eenheid worden. Dat wilden jullie natuurlijk net zeggen. Nou zie ik ook misschien mensen... Ik zie ze denken, ja, dat is wel knap, hè? Ja, El, dat is natuurlijk wel leuk. Want jij hebt al die stempels en jij hebt papier in allerlei soortjes. Ik heb dat allemaal niet. En het lijkt me wel leuk om die foto's in te plakken, maar ik ga dat echt allemaal niet kopen. Nee, nou, je hebt helemaal gelijk. Want dat hoef je ook allemaal niet te kopen, want dat heb ik al. En hoe leuk is het dat ik regelmatig de gelegenheid bied om gewoon lekker te komen stempelen of te komen scrappen, kroppen, geef het een naampje. En dan kan je gewoon al mijn materialen gebruiken. Op de vrijdag, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, vanaf 10 uur tot een uurtje of 12 en ook in de middag van 2 tot 4 ben je bijna altijd van harte welkom om gewoon lekker aan de slag te gaan. Het is niet echt een workshop. En natuurlijk kan je gewoon bij mij dingen vragen en leg ik eventjes wat dingen uit. Maar je kan vooral lekker zelf aan de slag gaan. En dat is gewoon heel erg handig. Dat je zelf niet al die spullen hoeft aan te schaffen.
En dat je toch met heel veel spullen aan de slag kan gaan. Ik dacht, ik ga het wel op het handje doen, maar laat ik nou even een potloodlijntje trekken. Om even te snijden. Dus heb je zoiets van, ja, ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik vind het wel leuk, maar ik ga het niet allemaal kopen. Ja, gebruik lekker mijn spullen. Ik vind dat hartstikke leuk. En je betaalt een kleine vergoeding per uur. En net hoe lang je blijft en wat je gebruikt, komt daar wat bij. Ik heb natuurlijk de koffie klaar. En zo kan jij je foto's. En je hebt in ieder geval ook een stok achter de deur om gewoon iets te gaan doen. Inspiratie van elkaar. Het is op de vrijdag, is dat overdag mogelijk. Het is nu in de pompoentijd op de zaterdag gewoon iets te druk. Maar de rest van het jaar kan dat heel vaak op zaterdagen ook. Verder heb ik ook in mijn agenda staan een kropavond. En de volgende om het avondje doen staat op dinsdag 20 november weer gepland. Dan doe ik ook altijd een projectje. En dat kan iets met foto's in plakken zijn, maar het kan ook zijn met stempelen. Feitelijk ga je gewoon zelf lekker aan de slag. En ik ben natuurlijk wel aanwezig om je te helpen waar nodig. Maar verder is het vooral de bedoeling om elkaar te inspireren. Lekker allerlei materialen te kunnen gebruiken, zodat je weer eens een lekkere boost geeft aan je eigen creatieve projecten. Ik ben ondertussen aan het vastplakken. Belangrijk om je foto's niet met zure lijm vast te plakken, want dan heb je maar heel kort plezier van je foto's, die trekken weg. Ik was door alle drukte, had ik niet voldoende tijd gehad. Ik zie nu dat ik iets vergeet, krijg ik zo denk ik wat moeite mee, komt zo goed. Had ik niet voldoende tijd gehad om mijn foto's te laten afdrukken. Dus ik moest ze thuis afdrukken. En dat heb ik op, dat vond ik wel lachen eigenlijk, op Whisper White. Op ons stempelpapier heb ik ze afgedrukt. En dat is dus gewoon super gegaan. Mijn printer vond het fotopapier niet leuk. Die trok hij er niet in. Toen dacht ik, ja, ik moet wat. En toen ben ik dus met... heb ik het afgedrukt op Whisper White. En dat is, zie je het? Ik was hier vergeten om het papiertje eronder te doen. Dus ik moet hem eventjes een beetje los trekken. Dus, heb je een keertje geen fotopapier of wil je ook iets afdrukken? Ik vind het erg mooi afdrukken geworden. Zie je het groeien? Kijk, nu heb ik hier zoiets en dat ga ik straks wat anders mee doen. Dat was ik al halver zo'n plan. Ik heb de Big Shot al klaar liggen. Zoals gezegd, deze ga ik nog niet vastplakken, want daar gaat de tekst op komen. En er kan ook nog wel wat leuks uitgeponst worden. Maar die oktober, die O, die mag wel wat extra's hebben. Nou heb ik dus ook heel leuk alle letters. Die ik uit kan stansen. En in dezelfde kleurstelling van dit papier. Ja. Gaan we die O eventjes. Oh, ik stoot weer een beetje. Ja, dat heeft ook niet iedereen. Maar ja, dat heeft Ellen dan weer wel. Dus ja, nogmaals, lekker gebruiken. Die kon dus, had dus ook gewoon het hele oktober uit kunnen stansen. Ja. Vind ik dan weer te veel werk. En ik vind het ook gewoon mooi om hem te stempelen. Ik leg mijn vel even opzij. Want ik wil het ook weer niet beschadigen. Ik pak even de Big Shot erbij. Ik wil zeggen, waar is mijn papiertje? Ga ik hem nog een keer ergens terug laten komen. Ja, dan heb ik er meer aan om hem zo uit te snijden. Dan heb ik nog een lange strook en een korte strook over. Mijn moeder zou zeggen applaus. Ik heb altijd geleerd om heel zuinig met stof om te gaan. En dat heb ik ook met papier. Soms bij het achterlijke af. Maar ach, ja, zo zit het helemaal in elkaar.
heerlijk gewoon zo bij de hand in één keer goed uitgesneden. Gelijk weer terug in het zakje. Ik ben altijd als de dood dat je er zo eentje kwijt zou raken. Ik zal het straks laten zien. Bij november had ik dat ook al gedaan. Want ik vind het dan wel leuk om één lettertje wat anders te doen. Die ga ik wat verhoogd ook opplakken. Dat doe ik weer met de dimensionals. Even een beetje opkrullen dat die wat verdikt is. En dat is met zo'n layout, hè. Je gaat, ga dit trouwens niet met kit doen, hè. We kunnen prima heel veel kaarten en zo, kan je hartstikke lekker plakken met siliconen kit, hè. Dat werkt ook hartstikke goed. Werkt ook heel prettig dat je het goed kan verdelen. Misschien heb je dat nooit gedaan, 3D, maar de meeste hobbyisten hebben dat denk ik wel gedaan. Maar dat is veel te zuur voor je foto's. Dus dat moet je niet voor je foto's gebruiken. Tipje. Als je het ook in een insteekhoes doet, dan zie je zo dat plastic zo wegmoffelen. Dat is een beetje zonde. Ja, dan kan je hem dus gewoon zo opplakken, maar dat vind ik dan weer een beetje saai. Dus ik plak hem een beetje ernaast. En dan is oktober in ene ook weer een beetje anders. En zo kan je dus lekker gaan spelen, want dan heb je zoiets van, oh ja, er kan nog wel wat bij. Dit is nog niet een wereldschokkende layout. Er kan nog wel wat kleur bij. Ik denk dat het de paarse kleur nog wat meer accent aan kan geven. Maar helaas, die heb ik niet klaargelegd. Dus ik koppel mijn microfoontje even los. En ik loop even naar mijn kleur inkten toe om die te pakken. Ik neem even mee. Ik denk dat ik wel weet welke ik moet hebben. Jullie zouden me moeten zien. Dan loop ik eventjes heen en weer. Ik heb niet alles vlak naast me in bereik liggen. Ik denk dat de Fresh Fig er heel goed bij past. En op die manier om nog wat meer diepte erin te krijgen, ga ik... misschien is het leuk om dat bubbeltje even te gebruiken. We hebben tenslotte allerlei leuke motiefjes in die set. Maar ga dus niet te veel verschillende dingen erbij doen. Ja, je moet natuurlijk helemaal zelf weten. Maar een mooi evenwicht krijg je, een rustige, maar toch een layout met wat meer diepgang. Door het in één groepje te houden, zal ik maar zeggen. Goh, ik kan ook nog eventjes mijn mond houden. Hè? Ja, ik ben even zeer geconcentreerd bezig om te kijken van waar ze nou moeten. En jullie misschien zoiets, ja, hoe kom je daar nou op? Ja, dat is ook een kwestie van doen. Doen, kijken. En de ene keer gaat het... in één keer goed, dan heb je zoiets, oh ja, ik ben heel erg tevreden. Als je zo'n bui hebt dat je denkt van, het gaat hem niet worden, leg het dan ook eventjes weg, hè. Dan is het gewoon misschien niet het moment om ermee aan de slag te gaan. Ik heb nu zoiets van, die wordt misschien ook wel veel te roze, maar ja, dat is het voordeel van die kaartjes. Misschien is het veel leuker om gewoon zo eentje erop te zetten. Kijk, we hebben er zoveel verschillende, of van die donker. Paars, kijk, dat is ook wel weer leuk. Krijgen we die paars? Krijgt hij even meer wow. Kijk, en dan kunnen we deze ook. Komt dan weer eventjes terug. Ik denk dat dit ook een hele grappige is om even als randje. Oh, maar dat kan je natuurlijk ook gewoon snijden. Mm-hmm.
knippen, murmelen en zo zijn we lekker bezig. Ondertussen zit ik even aan mijn muis en is mijn beeldje weg. Maar, oh, ik deed gewoon even mijn hele... Mijn hele aflevering even uitzetten, zal maar zeggen. Kijk, ik zat te kijken van ik kan het met het handje knippen, maar volgens mij kan ik hem heel mooi zo precies door al die dingetjes heen snijden. Kijk, kijk, maar dat is een grappig randje geworden dan. Ik moet ondertussen even mijn muis er weer bij pakken. Ik was wat aan het klikken en dat ging niet helemaal goed. Fijn om het eventjes te blijven volgen. Nou, ik zie ondertussen mijn... weer in beeld. Hebben jullie nog een beetje van het mooie weer kunnen genieten vandaag? Wij hadden gisteren... Nou, ja, ik kan wel zeggen wij. Bakken. Dorp naast ons, waar we wonen. Kermis. En het was natuurlijk zulk fantastisch weer. Ja, en kermis, wat doe je dan? Biertje drinken? Tenminste, dat doe ik. Dat doet misschien niet iedereen, maar ik wel. En dan is het ook leuk om er zo'n dag daarna weer even lekker nog bij te kletsen met een paar vriendinnen. We hadden zoiets, het is supermooi weer. Even lekker naar het strand, even lekker bijkomen. Heerlijk. En dan heb je ook zoiets van, wat is het toch heerlijk om ondernemer te zijn, zodat je ook gewoon... lekker bij kan komen. Zonde eigenlijk. Hè? Dit is zo'n mooie kleur, maar hier zit zo'n leuk streepje op. Schattig, hè? Ja, maar dat blijft natuurlijk zo. Je kiest er ook voor om zoiets te gebruiken. Kijk, die ga ik hieronder nog doen. Dat had ik natuurlijk eerder moeten bedenken. Heb ik lekker een hele arm in beeld. Dan komt die paarse kleur nog wat mooi terug. Die zit daar. Deze hier. Dan kan ik daar mijn verhaaltje op kwijt. Nou, is niet handig. Dan doen we het zo. En laten we deze zo terugkomen. Nou, eventjes herhalen wat ik vanaf zeg maar 6:15. Voortaan dus om 6:15 ga ik live. Omdat ik dan wat meer aan de avond heb. Leuk om je foto's in te plakken. En als je zoiets hebt van, ja, waar moet ik beginnen? Ik zou het niet weten. Neem dan voor jezelf de discipline om per maand iets in te gaan plakken. Ik neem nu een klein stukje van dat non-permanente gewoon tape, van schilderstape. En ik plak deze eventjes hier, omdat ik het op een ander moment wil ik erbij gaan schrijven. Dat gaat hem nu niet worden. Dit strookje kan ik hier nog eventjes terug laten komen. En dan vind ik hem vol genoeg. Dus doe het per maand het een en ander plakken. Ik zal zo ook laten zien dat ik in november heb gedaan. En ik beloof jullie dat de andere maanden in de komende tijd... Ik ga me niet vastleggen op een periode, want dat gaat hem niet worden. Weer terug laat komen. En het handigste is ook om dat een jaar, zeg maar, achteraf te doen. Dan kan je ook in kaart brengen. Je gaat door je foto's heen en dan heb je ook zoiets. Sla je foto's ook op, hè, per jaar. Dan kan je het weer terugvinden. En ik heb zelf... misschien leuk om dat ook een keertje te laten zien. Ik doe dat per thema. Ik heb bijvoorbeeld familiefoto's.
Ik heb foto's van mijn groenstukken. Ik heb foto's van juist speciaal kerstmis. Of ik doe van een vakantie, zet ik het erbij. Maar iedere keer per jaar zet ik het erin. En dan kan je dat ook weer terugvinden. En zo kan je dan ook zeggen van ja, in oktober was dat. En in die periode doe ik dat. Misschien dat je zoiets hebt van ja, nee, ik ga het niet per maand doen. Maar ik ga het juist per, per gebeurtenis doen. Ik doe alleen kerstmis of ik doe het per kind. Of verzin het. Doe je eigen... nee, ik doe het niet. Ik dacht, ik ga nog een stempeltje daar doen, die paarse. Maar nee, dan wordt het me te druk. Een eenvoudige layout gemaakt. Even mijn zin afmaken van die thema's. Dus kies een thema. Ga erover nadenken wat voor jou werkt. En laat dat dan op die manier weer terugkomen. Ik zal... kan ik wat beloven voor volgende week? Ja, ik ga volgende week laten zien hoe ik andere dingen ook terug heb laten komen. Ik heb dus nu twee vellen naast elkaar gemaakt. Die de ene in een grote insteekhoes opgeborgen kan worden. In een map. Ik zal hem zo ook in de map doen. Ik heb het dan nog net niet helemaal klaar omdat ik de tekst er nog niet bij gezet heb. Dit is dus de grote kant van de layout. Tenminste de linkerkant. En als je dit dan in een boek... En natuurlijk zijn daar ook leuke fotoalbums voor verkrijgbaar. Dat je het naast elkaar kan doen. Nou, dat kan ik beter een foto een keer van maken. Of ik kan het even in de film terug laten komen. Maar dan denk ik dat hij bijna door het scherm gaat. Ja. Want dat is natuurlijk wel zaak dat het bij elkaar aansluit. En dan heb je dus de ene maand. Zou je bijvoorbeeld kunnen doen dat je altijd zegt van ik doe één helft met de kleine kaartjes. En ik maak één grote kaart, grote pagina met de grote pagina's. Nou, ik had al wat voorwerk gedaan. Wat ik in het begin had laten zien voor november. En zoals gezegd, daar had ik ook al één letter wat anders gedaan. En dat wil ik dan ook in het hele boek terug laten komen. November heeft dan dus ook één lettertje anders. En ik denk dat ik mezelf ook gewoon opgelegd dat het met deze incolors moet ik het doen. Want als je te veel kleuren gaat doen, dan wordt het ook rommelig. Het is mooier om zo'n boek in één stijl door te laten gaan werken. En dan kan je dus weer kiezen van, oh, ga ik daar ook met die kaartjes weer door? Of ja, komt er wat anders bij? Wellicht dat je ook in een andere maand, er zijn ook hele leuke kerstpakketten, dat je met de kerstkaartjes gaat werken. Ik hoop dat ik jullie een paar tips heb gegeven hoe je ook weer je foto's op papier kan gaan afdrukken. Ga door je foto's heen. Ik zal het op een blogbericht ook nog een overzichtje maken. Dat lukt vanavond niet meer hoor, in de loop van de week. En zal ik nog wat tips bijschrijven. En dan ga ik ook laten zien, regelmatig komt die wel voorbij, ook in de foto of op mijn blog en mijn Facebook, hoe die zich verder ontwikkelt. Dus dit is een manier van foto's verwerken. En misschien kan ik alvast de toezegging doen dat ik volgende week laat zien hoe je een leuk klein albumpje kan maken. En ik hoop dat jullie dan weer meekijken. Ik zal in de loop van de week het bericht zo compleet mogelijk gelijk op de site zetten. Zodat jullie ook de materialen erbij kunnen pakken. Ik zet het altijd heel ruim. Zo van, joh, leg papier neer en foto's. Dan kan ik me voorstellen dat je niet constant gaat zitten kijken naar mijn beeld. Maar misschien luisteren en dat je denkt van, oh, dat is een leuk moment om zelf ook wat te gaan doen. Heb je vragen? Nou, stel ze. Heb je zelf iets gemaakt? Laat het zien. Op, zoals gezegd, dinsdag 20 november ben je welkom. Kijk op mijn website www.bij-erlen.nl om naar de mogelijkheden, hoe dat werkt zo'n avondje doen. En of kom op een ander moment langs op de
vrijdag lukt dat eigenlijk bijna altijd wel om zelf aan de slag te gaan. Dan is de ruimte ingericht. Ik zou zeggen, we krijgen nog een mooie week. Geniet er even van met mooi weer, want daarna zal het echt wel herfst gaan worden. Ik heb voorlopig nog wat pompoenen. Het schiet wel op. Nog een aantal leuke workshops in de planning. Kom je nog langs? Van de week ga ik nog wat mensen zien. En dan van harte welkom. En ik heb eigenlijk niet gekeken. Ja, inderdaad. Woensdagmiddag, dat wou ik net zeggen. Ik ga eventjes bij de opmerking kijken. Els ga ik woensdagmiddag zien. Ik zie 13 opmerkingen, maar dat is altijd zo grappig. Dat je dan de opmerkingen niet meer ziet. Oké. Nou, Anita vindt hem leuk. Hartstikke leuk. Ja, dat zeg ik. Als je zelf zoiets hebt van, nou, ik weet het niet zo goed hoe ik het op moet zetten. Kom lekker langs, neem je spullen mee. En ga lekker aan de slag. En samen weet je meer dan één. En het is gewoon ook gezellig. Dus grootse plannen heb ik om weer allerlei leuke workshops te laten zien. Amerika begint eraan te komen en daar hebben we natuurlijk ook heel veel zin in. Hey, voor vanavond bedankt voor het kijken. Ik ben nog steeds Ellen Liefting van Bij Ellen uit Rinnegom. Ik wens jullie een mooie week en ik hoop dat jullie volgende week weer kijken. Bedankt voor het kijken. Doei!